De bijen zijn onmisbaar voor ons voedsel. Het gaat al heel lang niet goed met de bijen. Wat doen bijen precies? Wij hadden een gesprek met een oude rot in de bijenwereld. Kees de Bond, we zitten hier bij de open dag van de bijenvereniging Otterlo en omstreken. Otterlo, Haaskamp en Wekerom, H-O-W. Je hebt vele functies in de bijenwereld. Je bent toch best wel bijna onmisbaar in de bijenwereld, want je probeert het wel op poten te houden. Hè? Onmisbaar is natuurlijk het juiste woord niet, maar sorry. Het is wel zo, ik zit in ontzettend veel verenigingen en toestanden in verband met de bijenwereld. Ik ben bijvoorbeeld dan secretaris hier van Haaskamp, Otterlo en Wekerom. En ik ben voorzitter van de Canica-vereniging en noem maar op, er zijn nog veel meer functies. Maar ik heb wel gezien, Kees, dat het een beetje gaat vergrijzen. En daarom wil je zo je best doen om de jonge mensen in te krijgen. Ja, dat is het een van de grootste problemen om te voorkomen dat de bijhouderij dat die wegraakt. Want Einstein, de grote geleerde, die heeft ooit eens een keer verteld dat als de bijen, de honingbijen, de vliesvleugelige waartoe ze behoren, dat als die op zouden houden te bestaan, dan is het ook binnen 5 jaar gebeurd met het mensdom. Want de toestanden die vliesvleugelige allemaal bewerkstelligen, dat is zo'n ontzettend belangrijk. Als je nagaat dat goed bestoven appels, dat die appelbomen dan althans, en dat die 25% meer opbrengst hebben, dat ze 25% groter zijn, dat ze puntgaaf zijn. Ik heb ooit eens een keer voor een perenboer de bijen gehad en die zei: Kees, als jouw bijen goed hun werk hebben kunnen doen, dat bestuiven. Hij zegt, dan kan ik ze zo, zonder te kijken, kan ik ze zo van de boom afplukken, kan ik ze in de krat doen, in de kist doen en kan ik ze zo naar de veiling brengen. Zo puntgaaf. Dus dat is onmisbaar en dat zou een ontzettend groot probleem zijn. Ik heb net al eens een poosje voor zo'n bijenkast staan kijken. Je ziet die bijen binnenkomen met oranje poten, gele poten. Hoe zit zo'n volk in elkaar? Nou, een volk bestaat zomers uit zo'n 50.000 tot 60.000 bijen, werkbijen. Een stuk of 300-400 darren, dat zijn mannetjesbijen. En die houden het broed warm en die zorgen voor het bevruchten van de jonge koninginnen. En dan in principe 1 jonge koningin of 1 koningin in zo'n volk. Daaruit bestaat een volk, maar in de zomer. En die gaan de winter door en dat is nou juist het verschil met hommels en wespen. Want een bijenvolk overwintert als volk met een koningin erin. En wespen en hommels daar overwinteren alleen maar de koninginnen van. Als je nu in september een grote hommel ziet vliegen of je ziet een grote wesp vliegen, dan zijn het gegarandeerd koninginnen. En die kruipen weg, een vorstvrij plekje, en die komen pas in het voorjaar, wanneer het eerste stuifmeel van de krokus en van het sneeuwklokje tevoorschijn, komen ze weer tevoorschijn en bouwen die weer een heel volk op. De bijen overwinteren als volk. In de kast. Ja. Nou ben ik eigenlijk een beetje nieuwsgierig. Ik zag ze naar binnen gaan, dat zijn dan die werkbijen. Ja. Gaan die zelf in die raad dat stuifmeel plaatsen? Want het is net of ze overgenomen worden. Nou, het is zo, stuifmeel of pollen wordt dat ook wel genoemd. Dat wordt opgehaald door de bijen, want het is bijenbrood. Want de volwassen bijen die krijgen stuifmeel en honing, een mix daarvan, krijgen ze te eten. Dat is hun voedsel. En het is eiwitrijk, dat stuifmeel. De bijen gaan erop uit, en je zou het niet zeggen, maar een bij is behaard en heeft 6 pootjes. En dan gaat ze op die bloem en dan komt dat stuifmeel komt in die beharing. Met die 4 voorste pootjes van de 6 brengt ze dat stuifmeel naar achteren toe.
naar die twee achterste pootjes. Daar zitten een soort schepjes aan en daar komen die pollen, die korrels, die komen daarop te zitten. Ze vliegt ermee naar huis en dan geeft ze het af aan de binnenbijen. Want in een bijenvolk in de normale tijd, dus zeg maar in mei, juni, juli en augustus, dan bestaat de helft uit vliegbijen en de andere helft uit binnenbijen. Vliegbijen die halen alles, stuifmeel en nectar. En de binnenbijen die verwerken het allemaal. Hoe lang leeft zo'n bij? In de zomerdag leven ze hooguit 6 à 7 weken. Maar dan is het gebeurd. Die bijen moeten zo ontzaggelijk veel werken. De eerste 3 weken hebben ze allerlei werkzaamheden binnen in de kasten. Het bouwen van raten en het schoonmaken van de raten. De dode bijen die er gevallen zijn onder in de kast opruimen en zo. De wacht houden. En dan gaan ze aan het eind van de 3e week gaan ze invliegen. Dat ze hun eigen kast weer kunnen herkennen. En daarna zijn ze 3 weken haalbij. En dat halen dat kost zo ontzettend veel energie. Dat ze met 6, 7 weken is het gewoon gebeurd. Het frappante, het typische is nou die bijen die in augustus en in september geboren worden. Die hoeven al die werkzaamheden niet te doen. Die leien minder. En die overwinteren, die mogen een 1/2 jaar leven. En die overwinteren met de koningin in hun midden. En zo komen die de winter door. Maar de hommels en de wespen doen dat niet, want er blijven alleen de koninginnen maar van over. En die kruipen dan, wat ik al verteld heb, die kruipen dan weg. Ja. Maar die koninginnen die leggen in de zomer, voor mijn gevoel dan elke dag eitjes? Bergen. 1500 tot 2000 eitjes per etmaal. En er vallen er natuurlijk wel wat van af. Want als die 6 weken van die werkbijen om zijn, dan moeten er nieuwe zijn. En daardoor legt die koningin zo ontzettend veel eitjes in die periode. Zeg maar mei, juni en juli. En daarna wordt het allemaal minder. En in december bijvoorbeeld legt ze helemaal geen eitjes meer. En tot slot nog een vraag, Kees. Hoe komt het dat soms bijen gaan zwermen? Nou, het is een hele simpele opmerking is het. De kast is of te klein of het volk is te groot. Maar dat is natuurlijk geklets. Maar het is bijen zwermen om zichzelf als bij in stand te houden. Want zou een bijenvolk doodgaan en hij had zich van tevoren niet gesplitst, dan raak je eruit. Het is gewoon een kwestie om zichzelf in stand te houden. En als nu in eind mei, begin juni, dat die volken dan zo groot geworden zijn, dan krijgen we op een gegeven moment, komt die zwermdrift komt in een volk. En de koningin die geeft het al aan. En dan krijg je op een gegeven moment, worden de koninginnen cellen gebouwd. En dan wordt die koningin daarin gejaagd en die legt daar de eitjes in. En dan krijg je na 7 dagen krijg je jonge koninginnen. En dan gaat de oude die gaat eraf met de zwerm en ongeveer de helft van de bijen. Ik heb wel eens een potje honing staan en dat wordt dan een beetje dik. Dan wil ik dat dunner hebben. Nou is mij verteld dat ik dat wel in een pannetje met water kan doen. Dat is een van de weinige goede manieren. Het is namelijk zo, een bij vliegt uit, die verzamelt nectar. Nectar is 80% plus minus 80% water en 20% vaste stof. Die bij vliegt naar huis met die nectar. En die produceert onderweg uit kliertjes, uit een kopje, fermenten of enzymen. En dat zijn de goede bestanddelen van honing. Daar komt ze mee thuis en dat zit door de honing. Thuis wordt het overgegeven aan de binnenbijen. Die stoppen het in de celletjes en dan wordt het later geslingerd en dan gaat het in de potjes. Honing, goede honing die niet verprutst is door te hoog te verwarmen, die kristalliseert. Dat moet bij iedere honing. Koolzaadhoning al met 6 dagen. En heidehoning met een paar weken. En dan krijg je ook nog weer soorten die haast niet, onder andere acacia, kristalliseren. Maar kristalliseren moeten ze allemaal. Als je nu gekristalliseerde honing hebt, doe het alsjeblieft nooit in een magnetron vloeibaar maken. Alleen in zo'n potje.
water, in een bakje met water, een pannetje met water, daar het potje in en niet hoger verwarmen als 42 graden maximaal. Want anders vervliegen die fermenten of enzymen, die goede bestanddelen in de honing, die vervliegen en hou je een beetje zoete rommel over. En dat is zonde. En dit vind ik een hele goede tip. Dank je wel, Kees. Graag gedaan.